Twee bekers met evenveel water met een bijna gloeidraad. Een dikkere en een dunnere. Door welke loopt de meeste stroom en waarom het water het snelst op? Laten we de opstelling eerst even weergeven in een schema. Als we dat doen, komen we op dit eenvoudige schakelschema met twee weerstanden. R1, de dikkere draad, en R2, de dunnere draad. Nu zien we ook dat de draden in een serie schakeling staan. Hierover hebben we geleerd dat I1 is I2 is I totaal, dus de stroom is overal hetzelfde. En U1 plus U2 is U totaal, dus spanning wordt over beide weerstanden verdeeld. Aangezien er alleen wordt gevraagd naar de stroom, hebben we dat tweede helemaal niet nodig. Nu hebben we eigenlijk dus meteen al ons eerste antwoord. Door beide gloeidraden loopt evenveel stroom. Nu het tweede deel van de vraag. Waar stijgt de temperatuur het snelst? Zoals je misschien wel weet, geldt er hoe groter de weerstand, hoe meer energie er verloren gaat. Maar wat heeft dit dan te maken met de dikte? Nou, hier bestaat een formule voor die je misschien al wel kent. R is rho keer L gedeeld door A. Hier komen we later op terug. Laten we het eerst even proberen voor te stellen. Zo is stroom voor als mannetjes, die allemaal een zak met boterhammen hebben. Ze lopen samen over een pad, de schakeling. Bij elke weerstand komen ze een brug tegen. Een tolbrug om precies te zijn. Hier moeten ze natuurlijk boterhammen betalen om over te mogen steken. Maar hoeveel? Nou, bij R1 is de draad dikker, bestaat dus uit meer tolbruggen. Terwijl die bij R2 smaller is, dus zijn er minder bruggen. Logischwijs geldt er hoe meer bruggen, hoe lager de tol. Want meer mannetjes kunnen immers tegelijk oversteken. Dit betekent dat er bij R2 meer boterham oftewel energie verloren gaat. Daarom zal het water hier sneller warm worden. Laten we dan nu kijken naar het probleem in formulevorm. In de formule staat een rho voor de soortelijke weerstand en L voor de lengte. Deze zijn bij beide draden hetzelfde. De variabele die wel verandert is A, de oppervlakte. Laten we voor het bovenste gedeelte van de formule maar gewoon even de waarde 1 invullen. Als we dit nu delen door bijvoorbeeld 1, komen we op een weerstand van 1 ohm. Als we het nu delen door een groot getal zoals 100, komen we op een weerstand van 0,01 ohm. Zo zien we weer dat hoe dunner de draad, hoe hoger de weerstand. Dus hoe meer energie er verloren gaat en hoe sneller het water opwarmt. Nu hebben we dus onze twee goede antwoorden. Door beide gloeidraden loopt evenveel stroom en in beker 2 stijgt de temperatuur het snelst.